Het succes van het Korps Politie Suriname zal afhangen van de mate van samenwerking tussen de minister en korpschef. Dit zei korpschef Roberto Prade afgelopen donderdag bij het bezoek van minister Kenneth Amoxie aan het hoofdbureau van politie. Prade wees erop dat als de samenwerking goed is, er zeker vooruitgang geboekt zal worden. Hij adviseerde de bewindsman op zijn hoede te zijn voor zijn mensen die een weg willen drijven tussen de minister en de korpschef. Maar dat gesprek zullen we nog hebben, bilateraal. Omdat er toch wel wat issues zijn waarop ik u moet wijzen. Zodat u niet dezelfde fouten maakt als uw voorganger. Met als gevolg dat er een wrijving ontstaat tussen u en de korpschef. Maar op een gegeven moment, ja, als dat gebeurt, dan heb je dan geen weg terug soms. En ik denk dat als we dat kunnen voorkomen, dat we dat gewoon moeten doen en niet wachten totdat het te laat is. Prade gaf aan dat er bij de inlichtingendienst veel werk te verrichten is. Ook moet er veel gedaan worden aan criminaliteitsbeheersing. Ik houd stevast op beheersing hoor, bestrijding. Dan krijg ik het idee dat je constant achter de feiten bent en bezig aan te hollen. En dat is absoluut niet wat ik wil. Ik wil er gewoon nadrukkelijk bovenop gaan zitten en de zaak controleren. Het Safe City project heeft haar bestaansrecht, zijn bestaansrecht bewezen intussen. Een combinatie van Safe City met de activiteiten van de inlichtingendienst hebben ervoor gezorgd dat we in de loop der tijd heel wat misdrijven hebben kunnen voorkomen, 1 en 2. Als die misdrijven überhaupt hebben plaatsgehad, dat we de verdachten binnen de kortste keren hebben kunnen inrekenen. Korpschef Roberto Prade. Hij sprak donderdag op het hoofdbureau van politie bij het bezoek van minister Kenneth Amoxie. Prade benadrukte dat de minister mag rekenen op zijn ondersteuning en dat van het politiekorps.